weer schoffelen. Van dit werktuig zitten parallelogrammen. Die kunnen per element kunnen ze omhoog en omlaag door dit dieptewieletje. Hier zit de schoffel. Deze schijven beschermen het uit. Hier zijn we nu voor aan het schoffelen. Hier staat een onkruidplantje. Gaat de schoffel door en dan zijn we hem kwijt. Ja, boven de grond is het nog niet veel. Een uitje uittrekt, dan zitten onder de grond toch al heel wat wortels aan dit uitje. Dus het gaat wel door. Stil. Er staan daar drie stokjes met drie vlaggetjes eraan. Dat is de geleidebestrijding van de groene vlieg. We hebben last van uienvlieg. Die uienvlieg die lijkt heel veel op een gewone huisvlieg. Hij is kleiner. En die legt eitjes bij het uienplantje. Nou doen we geleidebestrijding. En de groene vlieg die zet die bakjes neer. En daar doen ze een beetje zeepsopwater in. Hier zitten dus uienvliegen in dit bakje. Elke week controleren ze hoeveel uienvliegen dat hierin zitten. En dan kijken ze van wanneer dat ze eieren gaan leggen. En als ze eitjes gaan leggen, die uienvlieg die vliegt naar het uitje toe. En die legt een eitje vlak bij het uienplantje. Maar de groene vlieg die zorgt ervoor dat de steriele mannetjes uitgezet worden als er heel veel uienvliegen zijn. Zodat het geen vruchtbare eitjes zijn en dan komen er geen larven uit. Dus dan wordt de ui niet opgevreten. Als dat niet gebeurt, dan vreet die larve alle uien op. En dan vallen zo hele rijen uien vallen weg. Dus op deze manier hoeven wij geen chemicaliën te gaan spuiten om die uienvlieg kapot te krijgen. Dit uienschoffelen, dat doe ik ook om zo min mogelijk bodemherbiciden te spuiten. En daarna gaan we met de hak nog de grootste onkruiden eruit hakken.
Maandag heb ik geschoffeld. En het is nu vrijdag. Kijk. Hier is de schoffel doorgegaan. Deze rand zit nog vast. Hier staat de ui. En dit onkruid, dat staat dan in de rij, die hakken we er dan uit. Ik heb het idee dat we hier een uienvliegschadeplant hebben. We gaan ze even heen opgraven. Ik ga jullie iets vertellen over de larven van de uienvlieg. De uienvlieg komt uit de pop en gaat eitjes leggen bij de ui. Uit het eitje komt de larve. Als de larve in het uienplantje zit, kun je hem niet meer bestrijden. De larve die leeft vreet 3 weken voordat het een pop is. Daarna komt de vlieg uit de pop. Deze cyclus herhaalt zich meerdere keren. Als de druk te hoog wordt, ga ik volleveelds om de 3 dagen de vliegen doodspuiten, om te voorkomen dat alle uien worden opgevreten. Voorheen kreeg het uienzaad een coating met fibronil, zodat we geen last hadden van de uienvlieg. Waarom mogen wij geen fibronil meer gebruiken? Onze kat Sammy heeft wel een vlooienband waar fibronil in zit. Met de werkzame stof fibronil die in 100 vlooienbanden zit, kun je uienzaad voor 1 hectare mee behandelen. Kijk, en hier zitten larven. Dankjewel voor het kijken en willen jullie ook abonneren op mijn YouTube kanaal? Dankjewel.